Als ik zo naar de mensen in Suriname kijk, we hebben een pas. Ik geloof hij is dinsdag gecremeerd. De zoon, de oudste zoon van Cyril Daal. Die maakt de berechting van zijn vader niet meer door. En, het was ze hadden hem in de nacht van 7 op 8 december opgepakt op zoek naar de vader. En ze hebben hem overal gezocht. En ook die jongen, die zoon, wist niet waar die vader was. Uiteindelijk zijn ze naar het gebouw van de moederbond gegaan. En deze mensen zijn zo wreed. Ze hadden die jongen helemaal uitgeleed op zijn onderbroek na. En toen ze die vader hadden gevonden, was die jongen op straat gezet in zijn onderbroek. En ik heb de moeder van Frank Wijngaarde gezien. Die vrouw heeft 100 jaar, 101 is ze geworden, in afwachting van de berechting van haar zoon. De moeder van Cyril Daal, idem dito. Dit jaar is overleden de moeder, ook bijna 100 jaar, van Bram Beer. 2 weken geleden is weer iemand uit de nabestaanden overleden. Dat is de zus van Bram Beer, Margaret Beer. Op een gegeven moment ga je geloven, ga je denken dat wij het niet gaan overleven. Maar we blijven positief, we hopen het te overleven. Henry en Theo had het zo even al erover. Elk jaar wanneer we van hier gaan, zeggen we tegen elkaar volgend jaar. Zeer zeker. Laten we dit keer hopen, want we hebben in juni de eis van de auditeur militair gehad. De rechtsstaat Suriname staat, maar dat wil nog niets zeggen, want we weten wie tegenover de rechtsstaat staat. Maar laten we hopen dat we volgend jaar, wanneer we hier zijn, elkaar kunnen feliciteren. Overigens mogen we elkaar feliciteren met het feit dat we dit jaar de eis van 20 jaar hebben gehad. Een jonge Surinamer die nogal heeft geleden en van zijn ouders de overdag heeft gehad waarom ze moesten vluchten voor 8 december 1982. Meneer Dave Hensberg Kleikers. Dames en heren, nabestaanden, geacht comité, ik sta hier wat ongemakkelijk. Ik ben 33 jaar en de moorden waar we vanavond over spreken zijn 35 jaar geleden gebeurd. Het voelt ongemakkelijk en tegelijkertijd is het zo belangrijk dat wij als nieuwe generatie ook opstaan voor gerechtvaardigheid. En daarom sta ik hier ook. Als zoon van Surinaamse ouders, als zoon van Surinaamse voorouders, als voorvechter voor respectering van mensenrechten in binnen- en buitenland, als democraat en bestuurskundige met een groot hart voor de democratische rechtsstaat, maar ook als onderwijsbestuurder die de volgende generatie graag altijd wil scholen en bijscholen. En daar wil ik graag mee beginnen. In mijn dagelijks werk als onderwijsbestuurder van een onderwijsinstelling leren wij kinderen, de toekomst van ons land, maar ook in Suriname, hoe belangrijk het is om van het verleden te leren. Om daarmee ook onnodige fouten voor de toekomst te voorkomen. We leren kinderen in het onderwijs de essentie van mensenrechten, van grondrechten. Zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging. In algemene zin, de vrijheid om in het openbaar een andere mening erop na te houden dan de staat van jou misschien zou verwachten. Dat doen wij niet zomaar technisch als onderwijsmensen. Dat doen wij vanuit overtuiging, vanuit waarde. Waarde als rechtvaardigheid, waarde als vrijheid en gelijkwaardigheid. Juist die elementen, het leren van de eigen geschiedenis, het leren van mensenrechteneducatie, die mis ik zo ontzettend in het hedendaagse Suriname. Generatiegenoten van mij, andere dertigers, soms ook hier in de zaal, soms hoor ik ze wat onverschillig praten over de geschiedenis. Ze kennen de cultuurhistorische context niet, waarbinnen deze moorden waar we vanavond over spreken, hebben plaatsgevonden, die kennen ze veel te weinig. En dat gebrek aan historisch besef, de notie van het belang van fundamentele mensen en grondrechten, dat is echt essentieel voor de ontwikkeling van Suriname voor de toekomst. Het voorkomt ook namelijk de onverschilligheid die ik wel eens hoor van, ja, waarom zouden we hier nog over praten? Het is zo lang geleden. Wie maakt ze dan eigenlijk druk over? Ja, wij maken ons hier vanavond heel erg druk over. Het zijn hier nabestaanden die spreken over het overlijden van echt een dierbare. Maar het gaat hier ook om Surinamers, nazaten van Surinamers, die praten over het overlijden van een democratische rechtsstaat, van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. En daar moeten we van leren, om te voorkomen dat dat in de toekomst opnieuw gaat gebeuren. Zeker met zo'n president als nu in Suriname aan de macht is. Maar vanavond sta ik hier ook niet alleen als onderwijsman die belerend wil zijn.
Ik noemde zojuist al de situatie in 1980, aan de vooravond van de coup, van de moorden. Toen vond de coup namelijk plaats. Mijns inziens is dat het begin geweest van een opmaat van een lange rijks... lange pijnlijke periode van schending van mensenrechten en het recht in het algemeen in de Surinaamse gemeenschap. Het met militaire middelen omverwerpen van een democratisch verkozen overheidsbestuur is nimmer goed te keuren. Veel mensen spreken er goed over. Ja, het was even nodig. Nee. Militair ingrijpen is nooit te rechtvaardigen. Het was de opmaat, moreel gezien, voor de situatie die daarop heeft gevolgd. En het gebrek aan democratische moraal van Bouterse, Horpen en consorten toen de tijd werd al snel vrij duidelijk zichtbaar in verschillende gezinnen, verschillende families, waaronder ook in die van mij. Zo werd mijn oom, de broer van mijn moeder, vriend van Henk Aron, lijfarts van Aron, zonder proces in de gevangenis gegooid. Gemarteld. In de gevangenis, maandenlang, moest hij concurreren met ratten om van rotte vis te kunnen genieten, als enige voedsel die hem werd toegediend. Hij werd een slachtoffer, zoals zoveel in die tijd, van het militaire regime van Suriname. Die verhalen die gaan door mijn familie. Die verhalen die vloeien door de tranen van mijn tante, van mijn moeder, die niet meer onder ons is. Maar iedereen in onze familie kent die verhalen. Iedereen voelt de pijn. En die verhalen die geven wij door. En als het bij gegeven is om kinderen te krijgen, zullen ook zij die verhalen horen. Want de geschiedenis die moeten wij niet vergeten. Die moeten wij blijven vertellen om ervan te leren. Mijn oom die sprak zo moedig toen de tijd. Ze kunnen mijn lichaam wel doden, maar mijn ziel is van God. En verder wilde hij niks meer verspreken over wat hem overkomen is in die tijd, in die donkere dagen, in de jaren 80. En hetzelfde militaire regime was verantwoordelijk voor die verschrikkelijke, gruwelijke, walgelijke moorden in december 1982. Essentieel voor mij als dertiger is ook deze mannen voorkomen dat deze mannen voor niks zijn gestorven. En dat zou zijn gebeurd als wij er niet van leren wat er toen gebeurd is. En dat brengt mij ook op het einde van dit betoog. Het is inmiddels 2017. De nieuwe generatie staat op in Suriname en in Nederland. We zien mensen als Maëtje Neus, Curtis Hofwijks opstaan voor rechtvaardigheid in Suriname en voor voorspoed voor de toekomst. En die mensen hebben het vaak over economie. Hebben het vaak over geld, maar ook over welzijn, over rechtvaardigheid. En die mensen verdienen onze steun. Want dat is de nieuwe generatie die uiteindelijk ook zal zorgen, als de uitspraak volgt, dat er ook sprake is van gelijkwaardigheid en welzijn in Suriname. Het moet van de nieuwe generatie gaan komen, wanneer de oude generatie, zoals de heer Hoosterijs al zei, ons ontvalt. En wat ook belangrijk is in dat kader, het beeld van Suriname, wat op dit moment internationaal is, is dat beeld van een schurkenstaat. Een schurkenstaat waarbij niet het recht zegeviert, maar de tyrannie, de chaos en de anarchie. Dat kunnen wij, jong en oud, Surinamers en niet-Surinamers, maar ook Surinamers in de diaspora. Want ook ik ben hier geboren en getogen, maar dat Surinaamse bloed vloeit door mijn aderen. Dat kunnen wij niet laten gebeuren. Wij moeten voorkomen dat de toekomstige generatie hetzelfde lot beschoren is. En daarom vraag ik ook aan dertigers, twintigers hier aanwezig om het comité te steunen. Op welke manier dan ook. Om de nabestaanden te steunen, op welke wijze dan ook. En ook om de krijgsraad in Suriname, de moedige dames zoals dat vanavond is gememoreerd, om de moreel te steunen. Want ik geloof dat morele steun, geestelijke bijstand, heel erg krachtig kan zijn om de mensen de moed te geven om de uitspraak te laten verrichten zoals die verricht zou moeten worden in het belang van de geschiedenis en in het belang van de toekomst van ons, Sweetie Sarang. Dank u wel.